Zo, ik ga even weer bij Radio Westerman in Nieuw-Leuzenaan om te horen. Er schijnt iets aan de hand te zijn met onze radioontvangst. Even kijken wat Marco daarover te vertellen heeft. Sinds 1 september is Radio 5 uit de lucht. Radio 5 was een zender die zat op de middengolf. En de middengolfzenders zijn afgesloten nu. Men moet dus nu, als men Radio 5 wil luisteren, naar een digitale radio. Er zijn natuurlijk al jaren digitale radio's, maar deze zijn dan DAB+, noemen we dat dan. Wat is dat? Het is op zijn Engels Digital Audio Broadcast, zoals ze dat dan noemen. Maar het antennenetwerk wordt vervangen in Nederland door dus dit systeem. En welke mensen hebben daar nu op dit moment last van, denk je? Last van de mensen die dus heel veel naar Radio 5 luisterden. Waarom alleen Radio 5? Omdat die dus op de middengolf zat en dus verdwenen is nu. Daar is de stekker uitgetrokken. Dus je kan nu niet meer Radio 5 luisteren zonder een digitale radio? Inderdaad. En zo'n digitale radio, als je die nog niet hebt en je moet die hier aanschaffen, wat voor prijzen moet ik dan aan denken? Zijn die heel duur? Een digitale radio is niet zo heel duur, niet veel duurder dan een andere normale radio. Het begint een beetje tussen de €60 tot rond de €300, afhankelijk van model, type, wat je ermee wilt. En ben ik dan voor de komende jaren voorzien van goede apparatuur, zeg maar? Daar kan ik de toekomst mee in? Daar kunt u de toekomst mee in, inderdaad. Ja. Dus naast de normale radiozenders, zoals Sky Radio en Vechtdal FM en dat soort dingen, heb je dus ook een heleboel extra zenders. Ik hoor wel eens reclame over Let's Go Digital. Dat heeft met hetzelfde fenomeen te maken? Dat heeft inderdaad met hetzelfde fenomeen te maken. Want straks gaat alles van je FM-band af en dan ga je dus naar digitale radio. Dus de FM die staat ook te verdwijnen? Op den duur zal die verdwijnen. Dus wil je het voor de toekomst veilig zitten, dan heb ik dus een digitale radio nodig. Dan heeft u dus een radio nodig met DAB+, zoals we dat dan noemen. DAB+. Om dus Radio 5 onder andere te kunnen blijven ontvangen. Ook al is het dan niet meer zo veel. En die mond is reuze sensueel.